Dit is ons land. In de seizoenen, door de tijd. Als je echt wilt weten hoe ons leven voortdurend verandert. Soms alledaags, soms heel bijzonder. Dan kijk je vanuit een spectaculair perspectief. In deze aflevering, hoe geven we betekenis aan ons bestaan? En hoe gaan we om met de dood? ...17 miljoen mensen op een klein stukje aarde. Dit is Nederland van boven. Het is winter. Bij ons komt de sneeuw altijd onverwacht. Aan de sporen kun je zien waar we geweest zijn. Maar alles komt een keer tot stilstand. Tot niets meer beweegt. Maar kunnen we wel tegen stilstand? Onze agenda's voller dan ooit. We moeten steeds maar door. In Nederland van boven, hoe geven we betekenis aan ons leven en hoe gaan we om met de dood? Strooiwagens druk in de weer. Want vanuit de Noordzee is er een extreem zware sneeuwbui op komst. In de grote steden worden alleen de hoofdwegen gedaan. Op sommige plaatsen valt 20 centimeter sneeuw. Ons land dreigt compleet vast te lopen. Veel B-wegen zijn nog onbegaanbaar. Maar het patroon van schoongeveegde snelwegen wordt weer zichtbaar. Morgen willen we weer aan het werk. Dus moeten we nu massaal naar de winkel. Niet door de sneeuw, maar vanuit huis. Om op internet tweedehands winterbanden te zoeken. 5 keer zoveel als normaal. We zijn dol op sneeuw.
En zeker met kerst. Maar niet te lang. Niet als we naar ons werk moeten. Sneeuwpret, dat is iets voor kinderen. Ons zit het eigenlijk alleen maar in de weg. Ons werk is ons leven. Voor de familie Degenkamp is de dood het leven. Zij wonen en werken op begraafplaats Sint Barbara. Begraafplaats Sint Barbara, Jacqueline Degenkamp. De hele dag door in de weer met graven en bellen. Dat kan. Voor wanneer? Voor donderdag. En welke tijd had u in gedachten? Nou, jullie hebben het wel druk, niet? Ja, dat is een gek huis. We hebben de sterren van ons druk, zoals dat heet. In ons vakjargon. Even kijken, welke is het ook alweer? Beugen. Dat is een machine die we moeten bekijken. Ja. Als je in de buurt met een begrafenis bent, kun je langer doorwerken. Want hij is fluisterstil. Hij is alleen ongeveer 5000 euro duurder. Maar ja, je hoeft het niet te zeggen. Maar de voordelen die het heeft, is natuurlijk... Ja, vooral als hij stiller is al heel belangrijk. Eigenlijk moeten we gezellig eten, maar jullie zitten altijd over die begraafplaats te praten. Ja, dat is het plakje in je kaars dat je op je brood krijgt. Ja. En we hebben nu net even een momentje van rust om dat te doen. Want het is nu zo hectisch dat het er niet van komt. Ja. Mijn vader ging op een gegeven moment pensioen en toen moest ik natuurlijk de knoop doorhakken van ja, wat ga ik doen? Mijn hart ligt toch hier. Mijn opa heb hier 58 jaar aan gewerkt en mijn vader 51 jaar. Dus ja, dat is gewoon het gevoel. Hier ligt mijn hart, zeg maar. Ja. Nou, nog niet letterlijk, maar... We zijn harde werkers, altijd geweest, om ons nuttig te maken, geld te verdienen, monden te voeden. Om uiteindelijk allemaal een plek in de hemel te verdienen. Onze voorouders hebben monumenten en bouwwerken nagelaten die zo gezichtsbepalend zijn voor ons landschap. Molens om te zorgen voor nieuwe polders en voor droge voeten. Dijken als een verzekering tegen te hoog water. En kerken voor als het onverhoeds toch mis is gegaan.
Maar wat laten wij na? Molens en dijken hebben hun dienst bewezen. En kerken sluiten hun deuren. Om plaats te maken voor nieuwe bouwwerken. Een boeddhistische stupa midden in Friesland. Een moskee in elke stad. In Almere wordt gewerkt aan een religieuze boulevard. Een hindoe-tempel. Binnenkort een tempel voor Boeddha. Een gebouw voor Jehova's. En natuurlijk een moskee. Maar je ziet ook straks als die glazen wanden voorst, dan zie je de architect heeft gekozen voor een mooi contrast. Hè? Ja. Dus ja. Echt de Hollandse bakstenen combinatie met de mooie glazen bouwstenen. Dat gaat helemaal kloppen straks. En het is allemaal opgebracht door donaties. Ze letterlijk met de zak rondgaan. Het is de markten, collecteren bij moskeeën, flyers uitdelen. Allemaal los. Begin maar opnieuw. Even opnieuw beginnen. Goed opletten, serieus blijven. We gaan vanuit die kant beginnen. Oh, dus ik moet gewoon een rechter doen? Ja. Je pakt de tweede. Kom maar eventjes, laat ik je fout. Voor ieder geloof een eigen bouwwerk. Maar geen kerk. Wij veranderen, maar het straatbeeld verandert ook. De heilige Sint-Jan wordt nog steeds herdacht en geëerd met een drukbezochte processie. Maar dat beeld wordt zeldzamer. We geloven nog wel, maar in wat precies? Daar twijfelen we over. We verruilen de kerk voor een festival. Naar schatting zullen iedere week twee kerken hun deuren moeten gaan sluiten. En het kerklidmaatschap is al met de helft afgenomen. Maar onze grote zoektocht naar zingeving, magie en spiritualiteit, die is alleen maar toegenomen. We zijn op zoek en daardoor massaal gaan religieshoppen. Een beetje boeddhisme, een vleugje hindoeïsme, wat taoïsme en natuurlijk yoga en meditatie. Een festival als vervanger van de kerk bij onze grote zoektocht naar iets. Vroeger was het hiernamaals een zekerheid. Daar werkten we voor. Het doel en de zin van ons aardse bestaan was het bereiken van de hemel. Weggestopt zijn onder de grond is geen schrikbeeld als je zeker weet dat er leven is na de dood. Maar als de dood echt het einde is, wordt afscheid nemen wel heel erg definitief. Hoe moeten we dan onze dierbaren herinneren? En waar doen we het dan allemaal voor?
We willen iets anders. Iets bijzonders. Een standbeeld of een monument. Niet ergens anoniem tussen de rest, maar een eigen, unieke plek. Om ons te onderscheiden van de anderen. Om maar geen definitief afscheid te hoeven nemen. Of om onze dierbaren op nieuwe manieren te vereeuwigen. Ja, doordat ik jou heb leren kennen, kan ik dit doen. Anders had ik nooit aan die as gekomen en had ik nooit geweten wat ik ermee zou moeten doen. En dat heb jij wel mogelijk gemaakt voor ons om dat te kunnen doen. Ja. Nou, wat fijn toch dat we dan op elkaars pad zijn gekomen. Ja, zeker. Hè? Ondanks het trieste moment. Suzanne is uitvaartbegeleider. Vandaag gaat ze op pad met Kim, die iets bijzonders wil. Voor haar overleden hond, Max. Bijzonder, hè? Ja, heel apart. Is de familie er altijd bij me. Ja. Nou, en goed, en dan ook de as verwerkt, wat ook heel bijzonder is natuurlijk. Zondagsavond hebben wij nog met hem gebarbecued, want dat vond hij helemaal leuk, want hij was gek op vlees. Oh, en dus hij heeft ook zijn eigen eten niet gehad, hij heeft alleen maar barbecue vlees gehad. Ja. Maar dat is zoiets van, ja, laatste avond. Ja, en, wel dat maandag was dan. Ja, dus maar ja, goed, en dan, ja, je slaapt de hele nacht niet en dan is het maandagmorgen en dan, ja, dan weet je wat er gebeuren staat. Oh, ja, ja. Kijk eens. Ja, hij is echt super. Altijd bij jou, hè? Ja. Mooi hoor. Ja, ik ben er echt heel blij mee. In mijn pols, waar mijn hart klopt. Hè? Super. Alleen wij mensen zijn ons bewust van onze eigen sterfelijkheid. Dieren lopen niet vooruit op hun dood. Ze leven hun leven. De een actief, de ander liever lui dan moe. Op zoek naar voedsel. En altijd in dienst van de volgende generatie. Een jonge wespendief. Wespendieven bouwen hun nest het liefst in bosrijk gebied waar wilde bijen en wespen leven. Twee wespendieven met een nest op de Veluwe. Een mannetje en een vrouwtje. Om te overwinteren vliegen ze gescheiden van elkaar in 23 dagen naar Afrika. Het mannetje naar Liberia, het vrouwtje naar Nigeria en even later Angola. Begin april keren ze allebei terug om samen een nieuw nest te bouwen. Ze vliegen over de woestijn. Maar het vrouwtje komt waarschijnlijk terecht in een zandstorm
en raakt van haar koers. Het mannetje bouwt alvast een nest en wacht. Maar omdat het vrouwtje niet komt opdagen, kiest hij voor een ander vrouwtje. Een maand later komt het vrouwtje alsnog aan. Te laat. Ze gaat op zoek naar een andere partner, maar alle mannetjes zijn al bezet. Geen kroost voor het vrouwtje, maar ook niet voor het nieuwe koppel. Want het hele gezin overlijdt door een aanval van een havik. Hoe hard we ook werken voor de toekomst, er kan altijd iets onverwachts gebeuren. We hebben altijd geloofd in een leven na de dood. Nu dat verandert, gaan we op zoek naar de hemel op aarde. Geen tijd te verliezen. Het feest is hier. We willen het allemaal en we willen het nu. Dus moeten we er in het weekend met z'n allen op uit. Van de nieuwe werkweek is pas morgen. Hard werken of volop genieten van de vrijheid. Een tussenweg is er niet. Dus weg met die sneeuw. Het leidt alleen maar tot stilstand. Niets mag ons in de weg zitten. En als die sneeuw dan eindelijk geruimd is straks, stellen we allemaal dezelfde vraag. Geht it on? Schaatsen geeft ons de vrijheid om even los te breken uit de strakke keurslijf van alle dag. In de 17e eeuw was schaatsen beneden de rivieren verboden door de katholieke kerk. Want ja, carnaval, dat was al losbandigheid en vrijheid genoeg. Boven de rivieren kon de kerk het schaatsen niet tegenhouden. Hetgeen wellicht de enorme populariteit juist daar verklaart. En nu de kerk langzamerhand uit ons leven verdwijnt, is er het verlangen naar iets dat ons bindt. En dan bij voorkeur iets dat ons bevestigt in onze nationale identiteit. Schaatsen bijna als een vorm van religie. En het hoeft dan ook maar één dag te vriezen of iedereen is overal direct door het dolle heen. Hoop, vrees en verlangen om ons maar even vrij te voelen.
half Nederland droomt ervan met een tegeltje op deze brug vereeuwigd te worden. Onsterfelijk zijn. Tijdens ons leven. Het liefst nog voor de finish. We willen iets nalaten ter ere van onszelf. Een eigen monument. Als de timmerman, wachtend op de volgende zondvloed. Als de kunstenaar die ons iets wil vertellen, al snappen we niet altijd wat hij bedoelt. Als een architect die wil imponeren. Hoger en groter dan de rest. Of gewoon als vader om te vertellen dat hij zielsveel van je hield. Over 10 jaar vormen deze bomen samen het bos van de toekomst. Iedereen kan hier een boom planten om iemand te eren of om zelf herinnerd te worden. Philippe heeft de dodelijke spierziekte ALS. Hij weet dat hij nog maar een paar jaar te leven heeft en wil voor zijn dochter een boom planten. Voor als hij er niet meer is. De bedoeling is dat we haar navelstreng onder in het gat gooien, dat de boom eigenlijk de voeding eruit kan gebruiken om te groeien. Oké. Heel mooi. Zo. Oh. Dat was jouw navelstreng. Ja, dat was jouw navelstreng, Lieke. Ja. Er gaat nu een hele mooie boom groeien. Wil je die zelf erin doen? Of? Ja, wil je even mijn linkerarm vasthouden, dat ik niet omval. Oké. Okay. Goed kijken, Lieke. Dat is jouw boom. Voor jou bedoeld. Dat is voor jou bedoeld. Ik hoop dat je nog heel lang van gaat genieten. En dat je af en toe nog eens terugkomt op deze plek. En ik hoop dat die heel mooi wordt. Voor jou. Oh. Ja? Ja. Nou, dan zet ik hem nou in het pas als het goed is. En dan mag ik hem zo aan weer. Oké. Dood als een vast gegeven. Thank you.
We verleggen allemaal een steen als bewijs van ons bestaan. Maar uiteindelijk zal een nieuwe generatie niet meer weten wie je was. Wel waarvoor je het deed. We laten sporen na voor elkaar. De dood brengt ons ook samen. Thank you for watching this video. I really hope you liked it. If so, you can watch the next episode right here. Or check out one of the other great travel series on this channel. And don't forget to subscribe to get an update on our new series.